Een typisch weersverschijnsel voor deze herfstperiode is mist en nevel. En daar was vanochtend op veel plaatsen in het land sprake van. Ook dichte mist met zichtwaarde onder 200 meter. En vanaf de grond had je inderdaad weinig ruimte om vooruit te kijken. Keek je vol die mistlaag in. Maar vanaf wat hogerop, zoals hier in een flatgebouw in Rotterdam, kon ook prachtig uitgekeken worden over die mistlaag. We zien hier de Erasmusbrug, de hals van de Zwaan, net boven die mistlaag uittorenen. En in de loop van de ochtend en in de middag begon die mistlaag steeds meer op te trekken. Ging ook wel over in laaghangende bewolking. Daar was er nog weinig ruimte voor de zon. Maar zoals hier in Den Helder, daar brak het wolkendek open en was er nog wat ruimte voor de zon. Vanavond blijft die bewolking dominant in het weerbeeld. En op plaatsen waar het wel opklaart, gaat er bij weinig wind al vrij snel opnieuw nevel en mist tot ontwikkeling komen. Weinig wind, dus een zwakke wind uit de meest westelijke richting. Vanavond zo'n 6 tot 8 graden. En vannacht dan daalt die temperatuur nog wat verder, blijft het vrijwel windstil. En dan komt er opnieuw in een groot deel van het land weer nevel en mist tot ontwikkeling. We zien hier weer de zichtwaarden die onder 200 meter worden verwacht. Dus ook morgenochtend zal in de ochtendspits regionaal nog wel sprake zijn van dichte mist. Hoe ziet dat er voor de nacht in de weersymbolen dan uit? Het zwaartepunt van de mist ligt momenteel in de laatste verwachtingen vooral boven het zuiden van het land. Maar ik sluit niet uit dat ook in het midden en noorden wel mist voorkomt. Op het moment dat het opklaart gaat de temperatuur wel in rap tempo omlaag. We zien hier 3 graden als laagste waarde, maar tijdens zo'n opklaring kan het heel lokaal wel afkoelen richting het vriespunt. En in die mistlaag en onder die bewolking, daar koelt het iets minder sterk af, komt de temperatuur zo rond 5 graden uit. Morgen overdag zal het eerst dus eventjes weer duren voordat die mistlaag is opgelost. In de middag hebben opnieuw de kustgebieden de grootste kans op een zonnetje. Daar zo'n 8 of 9 graden en dieper landinwaarts uit die dikkere wolkenlagen kan bij zo'n 7 graden af en toe ook nog een spatje motregen vallen. Wat morgen ook gaat opspelen is dat de wind gaat draaien. Die gaat geleidelijk van het westen richting het noordoosten en het oosten draaien. En dat betekent dat er wat koudere lucht vanuit Centraal-Europa, Oost-Europa onze kant op gaat komen. En dat zien we ook heel duidelijk terug in de temperatuurpluim. Vanaf woensdag, nadat de wind is gedraaid, zet de temperatuur een daling in. Donderdag hebben we het over zo'n 6 graden, vrijdag 3 of 4 graden. En tijdens het weekend komen we maar enkele graden boven het vriespunt uit, overdag. In de nachten ligt de vorst en in de nieuwe week dan neemt de spreiding enorm toe. Bevinden we ons net op de grens van verschillende luchtsoorten. Dus op die termijn valt er nog niet zoveel over te zeggen. Maar het weekend belooft dus wel behoorlijk koud te worden.